Roermond heeft enkele weken in het teken gestaan van de eenwording van Europa tijdens de Europese weken die er georganiseerd waren door het gemeentebestuur. Tot besluit van deze niet alleen Limburgse, maar ook Europese gebeurtenis werd een optocht gehouden zoals dat vroeger bij landjuwelen gebruikelijk was. Schutterijen, carnavalsverenigingen en folkloristische groepen uit binnen- en buitenland waren daarvoor naar de oude stad aan de Maas gekomen. De ernst van de congressen en studiedagen van de Europese weken maakte nu ter afsluiting plaats voor de vrolijkheid van deze bonte stoet, waarin de levenslust die het oude Europa zo nodig heeft in ruime mate aanwezig was. In het zuiden van ons land heeft men een patent op de wijze waarop zo'n feest gevierd wordt. Door overvolle straten trok een 5 kilometer lange stoet van Europeanen die niet alleen aan de congrestafels over verbroedering praten, maar hun ideeën bij het feestelijk slot van de Europese weken meteen in praktijk brachten.